Jet, ook goedenavond, ook welkom. Dankjewel. Jullie gaan ons vanavond meenemen met betrekking tot het Citizen Lab. Wat de ontwikkelingen daarin zijn en wat ons daar nog bij te wachten staat. En wat al meer de revue gaat passeren. Ik zou aan de deelnemers willen vragen om hun vragen te bewaren tot na de presentatie. Dat werkt toch makkelijker, want deze presentatie is al eerder door jullie gegeven. En dan is het handigst als we na de presentatie de vragen stellen. Dus ik geef graag het woord aan Kitty of aan Mariette. Ik weet niet wie de aftrap doet. Ik Gaat uw ga gang. beginnen, Walter. Dank je wel. Ik ga even mijn scherm delen. Een deel van uw raad heeft inderdaad een stukje van deze presentatie al gehad in de klankbordgroep. Een ander deel niet. En we hebben sowieso wat meer nieuws te melden rondom het platform. Even een check. Ziet u mijn scherm allemaal? Het Ja, is duidelijk oké. zichtbaar. Perfect. Nou, we gaan nu het ideeënplatform presenteren. Zo noemen we het in de volksmond, omdat een participatieplatform of e-participatieplatform wat ingewikkelder klinkt dan een ideeënplatform. Nou, wat is het hogere doel van dit platform? In de visie 2030 die u heeft vastgesteld als raad, staat onder andere de gemeente, dat zijn we met z'n allen. We willen dat inwoners ook actief zijn voor hun buurt en daar steeds actiever in worden. En we willen ook meer begrip kweken onder elkaar door beter met elkaar te verbinden. Nou, daarvoor is het belangrijk dat we wat transparanter worden, ook als gemeente richting inwoners, en dat we op die relatie gaan investeren. Nou, een paar voorbeelden van hoe dat de afgelopen jaren al is bevorderd. We zijn natuurlijk wijkgericht gaan werken. Het college heeft besloten de collegenota's openbaar te maken voor ieder die dat wil lezen. Af en toe wordt er ook iemand uitgenodigd of op verzoek bij het college gelaten. Uw raad doet dat natuurlijk al langer met inwoners of nieuwe medewerkers van de gemeente. De dialoog rondom de corona-impact is natuurlijk met de samenleving gedaan. En er wordt ook gekeken van hoe kunnen we die dialoog eigenlijk structureel beter aangaan met inwoners. Door periodiek op hoofdlijnen en met die samenleving in gesprek te gaan. En een volgende stap is eigenlijk nu de lancering van het ideeënplatform. Nou, waarom dan zo'n ideeënplatform online, digitaal? Die aanleiding is dus het vergroten van die betrokkenheid van inwoners. Maar de urgentie is eigenlijk de coronasituatie. We hebben allemaal het afgelopen jaar kunnen merken hoe belangrijk eigenlijk die digitale middelen waren om toch in contact te blijven met elkaar en met inwoners. Nou ja, ook binnen uw raad is een aantal mensen druk bezig geweest, ook in het verleden, om digitaal participatie mogelijk te maken. Nou ja, de corona heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we dat nu daadwerkelijk kunnen gaan doen. Maar wat levert dat dan op, naast de hogere doelen die ik net al noemde? Eigenlijk geven we inwoners de gelegenheid om op het moment dat zij dat willen en op de plek waar zij dat willen, op hun telefoon, hun iPad, hun computer of wat dan ook, mee te denken over allerlei onderwerpen die de gemeente op de agenda heeft, of hun eigen initiatief te delen met andere inwoners en te kijken van kan ik daar dat idee wat ik heb versterken doordat anderen daarop reageren, of kan ik ook anderen achter mijn idee scharen die ook mee willen doen. Nou, wat we de afgelopen jaar hebben gemerkt, bijvoorbeeld rondom het organiseren van een webinar, omdat het live niet kon, is dat je ook andere mensen bereikt dan met de traditionele middelen. Daarmee zeg ik niet dat de reguliere bewonersbijeenkomst die we normaal organiseren, dat die niet meer bestaat dadelijk. Maar je kunt het dus juist versterken. Die fysieke bijeenkomsten die trekken een bepaald publiek die daar ook bereid zijn om daar naartoe te komen. En de digitale webinars of manieren om mee te denken, die trekt weer een ander soort publiek die dat misschien even een half uurtje tussendoor op de bank vanuit huis wil doen. Dus daarmee verbreed je de doelgroep die meedenkt over allerlei onderwerpen die op de agenda staan.
Nou, daarmee ondersteunen we natuurlijk het beleids- en projectproces. Je kunt je voorstellen dat als er vragen komen op zo'n participatieplatform, of ideeënplatform moet ik eigenlijk zeggen, rondom een bepaald project, andere inwoners kunnen die vragen en die antwoorden ook zien, waardoor er bijvoorbeeld minder telefoontjes bij een projectleider binnenkomen, omdat alle informatie al openbaar en transparant te vinden is. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor het ondersteunen van die bewonersinitiatieven. Mensen kunnen zelf aan de slag en kijken van, nou, hoe ver kom ik? En soms is daar geen eens de ondersteuning van de gemeente bij nodig. Dat is natuurlijk helemaal mooi. En wat je er ook mee bereikt is transparantie over het proces. Mariette zal dadelijk wat projecten uitlichten die nu op het platform staan. Daarin moet je duidelijk stappen definiëren over je proces. En waarmee je dat heel duidelijk maakt voor inwoners van, hey, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wanneer ben ik aan bod? Op welk moment vindt dat dan plaats? Dat zorgt er ook voor dat je aan de voorkant ook goed na gaat denken over dat proces als gemeentelijke organisatie of met uw raad. Dat je daar helderheid over kunt verschaffen. Nou, daar kan Mariette dadelijk nog wat meer over laten zien. Nou, wat gaan we dus doen? Dat ideeënplatform, dat heeft allerlei interactiemogelijkheden en het zorgt er ook op termijn voor, en ik zeg nadrukkelijk op termijn, dat je participatietrajecten op één plek dus terug kan vinden. En je kunt daar dus de offline en de online participatie, zoals ze dat zo mooi zeggen, ook combineren. Dus op het moment dat je een bewonersbijeenkomst fysiek doet, dan komt daar een resultaat uit. Daar komen allerlei ideeën en inbreng uit voort. Er wordt bijvoorbeeld een verslag van gemaakt. Nou, dat kun je vervolgens ook weer online op het ideeënplatform plaatsen, waarop mensen weer kunnen reageren op wat er in de fysieke bijeenkomst is gebeurd. En andersom kun je dat ook voorstellen. Dat er tijdens een fysieke bijeenkomst even een peiling wordt getoond die op het ideeënplatform is gehouden. Nou, zo krijg je die kruisbestuiving tussen fysiek en digitaal en kun je elkaar versterken met die middelen. En ook voor de initiatieven geldt dat je op een gegeven moment, zodra inwoners dat weten te vinden, die initiatieven op één plek inzichtelijk maakt, waarmee je ook andere inwoners weer kunt inspireren om aan de slag te gaan in hun buurt of voor de hele stad of het dorp. Nou, we gaan dus ook echt experimenteren en leren met deze nieuwe middelen, want voor ons is het ook nieuw. We gaan ook gewoon starten en gaandeweg ervaring opdoen en bijsturen. Het is dus ook een groeimodel, dus we starten met een aantal projecten. En gaandeweg komen daar steeds meer projecten bij. En komen er natuurlijk ook vanuit inwoners steeds meer initiatieven bij. En ook de leverancier die dit platform host, die is continu door aan het ontwikkelen. En met de mogelijkheden die zij toevoegen, kunnen wij ook weer gaan experimenteren en leren. En daarnaast houden we ook buiten het platform natuurlijk mogelijkheden in de gaten om participatie weer te vernieuwen en door te ontwikkelen. Nou, wat biedt dan het platform? En dit is het stukje wat sommige van uw raadsleden al gezien hebben in de klankbordgroep. Dit is puur even een overzicht van mogelijkheden die het programma waarmee we werken biedt. En zo kun je zien dat op elk niveau van participatie er eigenlijk gereedschappen in het ideeënplatform zitten die je kunt inzetten. Op het moment dat Oosterhout zover is dat er met burgerbegrotingen gewerkt kan worden, dan biedt het platform daarvoor de gereedschappen. Maar je kunt ook een nieuwsbrief versturen naar mensen die in een bepaald project geïnteresseerd zijn. Nou, dan gaan we nu over naar een preview van het platform met projecten die er nu op staan. En daarvoor geef ik het woord aan Mariette. Dat betekent dat ik even mijn schermdelen stop en dat zij dat weer gaat oppakken. Yes, dankjewel Kitty. Zien jullie nu mijn scherm? Dan kan ik jullie al een kleine indruk geven. Ik zal eerst even uitleggen hoe de pagina in elkaar zit.
Dan laat ik een aantal projecten zien die wij al hebben ingericht. En ik zal afsluiten om te laten zien hoe bewoners een initiatief kunnen indienen. Als je op doemee.oosthout.nl komt, dan krijg je dit overzicht. Overzicht van de projecten die er dan toe opstaan. Hier, aan de bovenkant hier bij projecten kun je de projecten bekijken. Nou, projecten zijn eigenlijk niks anders dan projecten vanuit de gemeente opgezet of met onze partners. Waarvan wij graag willen dat bewoners meepraten. Initiatieven, die komen echt vanuit de bewoners zelf. Dus kunnen ze daar zelf plaatsen. Dat is het grootste verschil tussen de twee. Verder kun je hier op home kun je selecteren op wijken. Dus stel dat je zegt van nou, ik zou eigenlijk alles wel willen zien wat betrekking heeft op Den Hout. Dan klik je daarop en dan zie je hier een overzicht van de projecten die daarop die daarmee te maken hebben. Een aantal projecten zijn leuk om toe te lichten. Daar kan ik een aantal verschillen laten zien van hoe we met de bewoners in gesprek kunnen gaan. Ik zal beginnen met duurzame warmte. Hier zie je de pagina. Aan de linkerkant hier zie je eigenlijk, wordt uitgelegd wat het is, wat de gemeente daarin kan betekenen en wat wij zelf kunnen doen, of wat mensen zelf kunnen doen. En ook een aantal links naar pagina's waar ze meer informatie kunnen vinden. En hier zie je eigenlijk drie onderdelen die daaronder vallen. En dat zijn de plekken waarop we graag met mensen in gesprek gaan. Nou, bijvoorbeeld bij deze kunnen mensen zich aanmelden voor het duurzame gesprek. Heel simpel door op de knop te drukken en een mail te sturen. Dat is natuurlijk een hele overzichtelijke. Maar wat hier wel heel prettig aan is, is dat mensen het ook kunnen delen. Dus stel dat je iemand in je omgeving hebt waarvan je zeker weet, oh, dit willen ze zeker weten ook zien. Dan kan het op een hele eenvoudige manier gedeeld worden. Bij deze is het net weer wat anders. Hier staat meer informatie over de transitievisie warmte. Nou, er wordt eerst uitgelegd wat het is. En straks komen daar ook nog wat meer documenten bij te staan. Maar wat vooral belangrijk is, is dat mensen hier hun eigen ideeën kunnen delen over hoe zij denken. Hoe ze die transitie goed kunnen laten verlopen. Op die manier kunnen mensen die daar wat meer kennis over delen al meteen wat concrete ideeën erop zetten. En tegelijkertijd mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen daar ook weer van leren en op reageren. Dus dat is wel een leuke plek om op die manier, op een hele simpele manier eigenlijk ideeën uit te wisselen. Een ander project wat denk ik leuk is om even uit te lichten is Oosthout Bloeit. Oosthout Bloeit, dat is een initiatief eigenlijk die de stad groener maken. Nou, dan hebben we eigenlijk twee onderdelen die erin zitten. Geveltuin aanvragen bijvoorbeeld. Wat hierin staat, dat gaat vanaf 1 juli in. Dus dat is ook een sneak preview in die zin voor iedereen. Daar staat eigenlijk, aan welke regels moeten mensen voldoen als je een geveltuintje zou willen hebben. En ook hoe je mee kunt doen. En dat is eigenlijk heel simpel door hier een optie toe te voegen. En daar kunnen mensen dan aangeven, hun adres. Dat is natuurlijk handig met een geveltuin. En dan gaat de gemeente kijken van, kan het dan ook echt worden uitgevoerd op die plek? En kan de gemeente en de bewoners kunnen met elkaar in contact blijven via het platform. En kan het uiteindelijk ook uitgevoerd worden. Wat hier heel mooi aan is, is dat iedereen ziet hoeveel geveltuinen worden aangevraagd. Dus hoe succesvol het is. Maar ook als jij bijvoorbeeld, als we maar plek hebben voor een aantal. En jij bent nu maar 60, ik noem maar iets. Dan zie je dus al van, oh, dan moet ik misschien wel, hopelijk kom ik aan de beurt. Maar ik durf het nog niet helemaal te zeggen. Je bent in die zin als gemeente helemaal transparant in wie de eerste is, wie de tweede is, noem op. Een ander leuk, weer een heel ander initiatief is Multifunctioneel Sportveld Zuid. Dat is ook nog eentje die ook nog gaat lopen. Maar die wilden we jullie alvast wel laten zien. Daarin hebben ze met een groep bewoners eigenlijk nagedacht over, het zou mooi zijn als er een multifunctioneel sportveld komt. Wat zou dan eventueel geschikte locaties zijn? Met een groep bewoners hebben ze er tot 4 geselecteerd. En wat dan eigenlijk de vraag is aan de bewoners, is van welke van die locaties vinden jullie dan de beste? Wat zouden jullie het liefste hebben? En als ik er dan eentje aanklik, dan kunnen mensen hier het liken of disliken. En een reactie toevoegen en aangeven waarom ze dat vinden. En op die manier kun je dus eigenlijk, als je een aantal keuzes hebt, dat op een hele simpele manier voorleggen aan bewoners. En niet alleen dat ze dan aangeven wat ze leuk vinden, maar met name ook hun redenatie. En daar kunnen wij natuurlijk weer heel veel uithalen voor het project.
Laat ik er nog eentje zien voordat ik naar de initiatieven ga. En dat is de Zwaaikom, want daar kan ik de participatietijdlijn laten zien. Bij de Koninkrijk. Daar hebben we eerder dit jaar al een webinar gehouden. En wat je daar ziet, is dat je hier, dat was in deze fase, meedenken, concept, ontwerp. Nou, die fase is inmiddels afgerond, dat kun je hier ook terugzien. Vervolgens zijn we nu de ideeën aan het verwerken, om vervolgens de omgevingsdialoog te gaan organiseren. En wat prettig is voor mensen, is dat je dus eigenlijk aangeeft van, nou, zo ziet de komende tijd eruit, en op deze momenten kun je meedenken. Waardoor je heel open bent over wat er gaat gebeuren. Ander onderdeel zijn initiatieven. Dit is echt voor bewoners. Zij kunnen hier eigenlijk alle initiatieven plaatsen waarvan zij denken dat het Oosterhout een stukje mooier of leuker maakt. Wat je dan heel simpel doet, is als je een leuk idee hebt, dan klik je hierop. Dan krijg je dit scherm te zien. Mensen kunnen hier een titel invoegen. Aangeven waar het over gaat. Ze kunnen een aantal teksten aanhangen, waardoor die ook weer makkelijk doorzoekbaar is voor mensen op een bepaald thema. Je kunt plaatjes toevoegen, eventueel een bijlage als je bijvoorbeeld die ook hebt. En vervolgens plaats je het initiatief. Als het initiatief staat, dan komt die hier tevoorschijn. We hebben er natuurlijk nu nog geen, omdat we, nou ja, we zijn nog niet live. Maar op het moment dat die live is, nou ja, dan kan het initiatief ook heel makkelijk gedeeld worden. En krijg je aan deze kant, zie je dan straks van alle initiatieven, hoeveel er zijn, dat is alle. Voorgesteld betekent dat het nog in deze fase zit. En dat kan ik nog even toelichten. Ieder initiatief, wat we eigenlijk vragen om, nou ja, ervoor te zorgen dat je een soort, dat je draagkracht hebt in je omgeving, is dat mensen 10 stemmen moeten krijgen in 60 dagen. Dus dat betekent dat de initiatiefnemer, nou ja, die probeert eigenlijk zijn eigen initiatief wel echt even onder de aandacht te brengen. En wat er dan gebeurt, is dat we op dat moment met je in gesprek gaan. De wijkmakelaar neemt dan contact op en kijkt hoe die eventueel die persoon kan helpen. En dat hoeft helemaal niet heel heftig te zijn. In de zin van, soms gaat het gewoon over van, goh, lukt het om iedereen te verzamelen, te mobiliseren, kunnen we daar nog in helpen? Maar soms kan het misschien ook zijn om iemand te helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van een bepaald budget. Gewoon wat denkkracht vanuit de gemeente. Nou, dat is dus de voorgestelde fase. Verstreken is als de 60 dagen voorbij zijn en je niet genoeg stemmen hebt. Als je het wel hebt bereikt, nou, dan kom je in deze categorie. En als je niet aan de basisregels voldoet, dan kom je hier in uit. Verder kun je ook dus zoeken op die thema's die je net ook aan de achterkant zag. Dat is natuurlijk heel handig als je zelf wil kijken wat voor initiatieven er bijvoorbeeld zijn op het gebied van wonen. Heb je dat in één overzicht. Dat is eigenlijk in het heel kort hoe de basis in elkaar zit. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie nog tal van vragen hebben. Dus misschien is het leuk om daar naar over te gaan. Dankjewel, Kitty en Mariette. Ik ga eens even kijken wie hier een vraag heeft. En dan ga ik als eerste het woord geven aan de heer Koenen van de fractie van gemeentebelangen. Gaat uw gang. Mogen wij meneer Koenen in beeld, Hanneke? Even wachten op de regie. Als het niet lukt met de heer Koenen, dan wil ik het woord geven aan mevrouw... Oh, daar is meneer Koenen. Ja, gaat uw gang. Ja. Dankjewel, voorzitter. Kunnen jullie iets meer vertellen? Ik denk Mariette over Citizen Lab. Hoe werkt dat landelijk? Jullie spitsen die pagina helemaal toe op Oosterhout. Dus jullie hebben dat gebouwd als het ware. Of ligt daar een vaste formaat voor ter grondslag? En hoe gaan jullie dat implementeren? Gekoppeld aan de gemeentewebsite? Of hoe gaan jullie te werk daarmee? En wat doen jullie landelijk? Ja. Dat zou ik graag meer van willen weten. Ja, Citizen Lab is een, je zou het kunnen zien als een leverancier van dit soort
platformen. Dit is specifiek inderdaad gemaakt voor Oosterhout, maar er zit wel een template onder, wat gebruikt wordt door heel veel gemeentes. En dat is eigenlijk ook al de afgelopen jaren flink getest en steeds doorontwikkeld. Dus er komen eigenlijk steeds nieuwe features bij. Bijvoorbeeld in coronatijd hebben ze een digitale workshop toegevoegd. Omdat ze zeiden van ja, fysiek kan niet meer, dus laten we kijken hoe we dat digitaal kunnen doen. En dat blijft zich eigenlijk doorontwikkelen. Plus wat er ook is, en waar we vanuit de Oosterhout ook graag lid van worden, is we hebben een community waar al die gemeentes die er al mee werken, eigenlijk met elkaar samenkomen en kennis gaan uitdelen of uitwisselen. Dus dan gaan ze kijken van, hey, wat werkt nou goed daar en kunnen wij daar dan als Oosterhout iets van leren? Dat is volgens mij één kant. En wat andere deel van de vraag ging over hoe de verhouding eigenlijk met Oosterhout.nl. Wat je eigenlijk kunt zien is dat doe mee, .oosterhout.nl, dus de participatiedeel gaat echt over het in gesprek zijn met bewoners. Dat betekent dat we een soort van statische informatie, dus informatie die nu is en ook nog wel eventjes zo zal blijven, niet gaat veranderen, dat zetten we op oosterhout.nl. En op het moment dat we dus echt in zo'n participatieproces zitten, zetten we het op onze participatiewebsite. Wat we wel goed doen, is dat we continu overal naar elkaar linken. He, dus als je bijvoorbeeld meer achtergrond wil bij een bepaald project, dan staat er ook duidelijk bij waar je dat kunt vinden. En op het moment dat je bijvoorbeeld op oosterhout.nl zit en meer informatie wil hebben over het participatieproces van een project, een bouwproject bijvoorbeeld, dan zorgen we dat je ook daar heel goed door kunt klikken. Ja. Ja. Nog een vervolgvraagje dan, als mag voorzitter. Ja, zeker. Gaat u hoe breng je dat verder onder de aandacht? Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Je hebt er al iets van verteld, maar kan je daar wat dieper op ingaan? Hoe is de ervaring met andere steden, hoe dat onder de aandacht van de bevolking komt? Ja, eigenlijk zijn er een aantal manieren waarop we dat willen gaan doen. Aan de ene kant krijgen we een persgesprek met alle media vanuit Oosterhout, waarin we toelichten wat er gebeurt. En zo hopen we dat ze er ook aandacht aan besteden. Maar wat eigenlijk de allerbelangrijkste is voor ons, is dat alle projecten die erop staan, die hebben natuurlijk normaal gesproken ook hun communicatiekanalen. Dus dat is bijvoorbeeld het weekblad, dat zijn bewonersbrieven, noem maar op, alles wat wordt ingezet. En daar maken we continu de verwijzing van die specifieke groep mensen voor wie die projecten zijn, naar het platform. Dus dat is één kant hoe we het willen doen. De andere kant is dat we natuurlijk nu werken met wijkmakelaars. Die wijkmakelaars zijn eigenlijk overal in onze stad actief, hebben heel veel gesprekken met bewoners, maar ook met buurtgroepen, noem maar op. En zij zijn echt de ambassadeurs voor het platform en gaan dus ook actief hiermee aan de slag om mensen uit te leggen hoe het moet, maar ook wanneer ze dit platform kunnen gaan inzetten. En wat we vanuit andere gemeentes ook hebben gezien en gehoord, is dat met name het verwerken in de reguliere communicatie, die je toch al inzet voor een bepaald project, om dan door te verwijzen naar het platform, dat dat gewoon in de praktijk heel erg goed werkt. Dus vandaar dat we die op zich hebben. Geweldig. Nou, dank u wel. Voldoende, meneer Koenen. Dankjewel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Broekhoven. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een paar vragen. Ik ben heel positief. Het is echt geweldig. Eigen regie van mensen en zelf aan de slag te kunnen, zeg maar. Ik zie daar echt een goede toekomst in. Ik vroeg me wel af van... ik wil niet denken in problemen, maar ik vroeg me af, hoe wordt er omgegaan met tegengestelde belangen? Want ik kan me voorstellen dat er echt heel snel 10 mensen zijn die iets bedenken. En dan kan het ook onveilig voelen, want dan moet je steeds gaan kijken, bijvoorbeeld van, wat gebeurt er in mijn buurt? Want er kan zomaar ineens 10 man opstaan met een idee. Dus wat doet het dan? Dan gaat het eigenlijk heel erg uit van de meerderheid, zeg maar. En wat doet het dan met een minderheid? Standpunt bijvoorbeeld. En hoe wordt daar dan de belangenafweging gedaan? Of hoe weet een minderheid dan dat er iets speelt in zijn of haar buurt? Daar zou ik graag eerst antwoord op willen. Want, kan even de microfoon. Kitty, even de microfoon aanzetten. Ik dacht dat ik hem nog aan had, excuus. Ja, we gaan natuurlijk graag uit van het positieve verhaal. Maar het is ook zeker realistisch dat er mensen niet tevreden over zijn. Want dat wil je ook transparant maken. Dat er verschillende belangen zijn rondom een project of een initiatief van een inwoner.
tegelijk helpt de tegenstelling die zichtbaar wordt, helpt ook om mensen inzicht te geven in de keuzes die je als college of als raad moet maken rondom een bepaald project. En wat je op het platform doet, is eigenlijk die belangen ook zichtbaar maken. Dat betekent wel dat op het moment dat het over een actieve inwoner of groepje inwoners gaat, dat die natuurlijk ook die feedback op hun eigen idee krijgen. En dat is volgens mij een beetje waar u op doelt. Als je met 10 inwoners heel enthousiast bent over jouw idee om een stukje groen te beheren. En er staan 30 inwoners op die zeggen nee, wij zijn daar tegen. Dan kun je denken oei, 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 iedereen is tegen ons idee. Of je kunt het zien als mogelijkheid van oké, blijkbaar hebben die 30 mensen daar nog een bezwaar tegen. Hoe kunnen we met hun in gesprek komen en kijken of we hun bezwaren om kunnen buigen of ons plan zodanig kunnen aanpassen, zodat het wel past binnen de verschillende belangen. En daar kan bijvoorbeeld een wijkmakelaar ook in meedenken van hoe ga je die dialoog dan aan met je, met je mede-buurtgenoten, zeg maar. Ja, is dat een beetje een antwoord op uw vraag? Ja, ik dacht dan nog een stapje verder van, iets komt niet erin zagen bijvoorbeeld. Dus als toevallig die 10 mensen bij initiatieven dienen en de buurt kaart verder niet op het programma, dan zijn ze dus niet op de hoogte, zeg maar. Nee, dat klopt. Mariette, kun jij daar iets meer over vertellen vanuit wijkgericht werk, hoe dat nu ook gaat? Ja. Ja, wat we eigenlijk doen op het moment, stel, er is een voorstel wat inderdaad een 10 stem heeft gehad, dus daar gaan we mee in gesprek. Het feit dat we in gesprek gaan, wil niet automatisch betekenen dat we het gaan uitvoeren. Want eigenlijk wat we dan gaan doen, is kijken met de bewoners van het initiatief, past het ook in ons beleid? Hoe ligt het in de wijk? En stel, ik noem maar iets, dat mensen een hondenspeelveld heel graag ergens willen hebben. Maar de mensen waarbij het voor die deur is, die zien dat niet zo zitten. Dat zijn wel echt initiatieven dat we bijvoorbeeld voordat we überhaupt iets gaan uitvoeren, dan wordt er bijvoorbeeld een bewonersbrief verstuurd in de hele wijk, waarin de initiatiefnemer, want die blijft uitleggen waarom zij dat een goed idee vinden. En dan worden ze bijvoorbeeld uitgenodigd voor een moment om dat met elkaar te bespreken. Dus het kan niet zo zijn dat als die 10 mensen dat heel leuk vinden, dat de rest van de wijk eigenlijk in stilte zit, hè, niks hoort. En dat wij dan dat die bewoners wat snel er doorheen duwen. Zo van zo, check, die hebben we. Nee, zo we blijven zeg maar continu die belangen. Ja. Nou, verdwijnt mevrouw Broekhoven ineens uit ons beeld. Ik denk dat er dan even een storing is. Maar dan gaan we verder. Dan geef ik het woord aan de heer Jacobs. Ja. Oh, mevrouw Broekhoven is weer terug. Ja, dankjewel. Ja, u bent weer terug, ja. Ik vroeg me af, want er staat dan waarom die participatie, hè, die elektronische participatie, neem ik aan dat daarvoor staat, doe mee. Maar ik mis eigenlijk de zienswijze indienen. En dat is eigenlijk door de wethouder toegezegd van, we gaan daaraan werken. Want je wil participeren, je wil alles elektronisch doen. En de zienswijze procedures, die zouden ook in de toekomst elektronisch ingediend kunnen worden. En dan zag ik eigenlijk geen mogelijkheid voor in het programma staan, als ik het goed gezien heb. Klopt dat? Zal ik even op ingaan? Ja, dat is naar aanleiding van wat er in de raad recent besproken is, over het bekijken van kunnen zienswijzen ook elektronisch worden ingediend in plaats van alleen schriftelijk, hè, als ik het goed heb onthouden. Ja, ja. Kijk, de zienswijze indienen is een formeel stuk van het proces. Daar wordt nu uitgezocht van hoe kunnen we daar makkelijker en laagdrempeliger mee omgaan, zeg maar. Zonder dat we daar we moeten ons wel aan de wet houden en wat daarin staat, hoe die zienswijze moeten worden ingediend. Maar wat je dan op het platform doet, is dat je bij die fase, Mariette liet net een projectje met een aantal stappen, en dat je dan in de stap zienswijze indienen, dat je daar heel goed beschrijft hoe moet je dan die zienswijze indienen. En bij zienswijze ligt dat net wat anders qua openbaarheid. En dat heeft ook alles natuurlijk met privacy te maken van degene die een zienswijze indienen. Want dat kunnen best wel eens persoonlijke redenen zijn waarom iemand een zienswijze indient. En dat heb ik begrepen, is ook gewoon iets wat, wat je gewoon privé kan indienen, zal ik maar zeggen, zonder dat heel de wereld daarin meekijkt.
Dus je legt uit hoe moet je een zienswijze indienen. Kan dat schriftelijk, kan dat via e-mail of wat voor methode er ook voor wordt gekozen in de toekomst. En tot wanneer kun je dat doen. En op het moment dat je dan al die zienswijzen hebt verzameld, dan komt daar vaak ook weer een inspraakverslag of iets dergelijks. Bijvoorbeeld naar uw raad toe. Dan zet je dat ook weer op het platform. Want dat stuk is gewoon wel openbaar. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe je zo'n zienswijze fase koppelt aan het platform. Ja, maar ik dacht, ik kan hier een knop op en dan klaar ik indienen. Dus nee, nou, het is een leuk ontwikkelidee, maar dan zou het in ieder geval niet het indienen zijn dat het dan zichtbaar wordt op het platform. Omdat de zienswijze dus echt een privé. Dus we kunnen kijken op het moment dat het dus via e-mail kan, dan kunnen wij daar gewoon een knop op zetten of via e-mail en ze drukken op de knop met het e-mailadres en dan kunnen ze een mail sturen. Ja, ja. Dat is een beetje wat u bedoelt, denk ik. Ja, als het alle voorwaarden dan zou voldoen, zeg maar. Ja, ja. Exact. Ja, ja. Dus dat. Ja, als het daarin. Klopt, dus er wordt nu, wat ik begreep, nog uitgezocht wat de mogelijkheden zijn binnen de wetgeving om dat op een andere manier in te dienen. Nou, zodra dat bekend is, kun je dat gewoon in je proces verwerken en kun je dan zeggen, nou, dan kun je dat op die en die manier doen. Ja. Ja, super. Nou, bedankt voor de beantwoording. En, graag gedaan. Dank je wel. Dan ga ik naar de heer Jacobs. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, heel leuk en mooi platform om te zien. Het ziet er goed en gebruiksvriendelijk uit. Dus ja, ik word daar wel blij van. Compliment daarvoor. Ik was eigenlijk heel benieuwd. Hè. Het redeneert zich nu vooral rondom projecten of rondom initiatieven. Die zijn dan wel weer te categoriseren. Maar kan ik me bijvoorbeeld als gebruiker ook aanmelden voor een bepaalde categorie? Dat ik een soort notificatie krijg. Stel, je hebt iemand die heel erg noem even een dwarsstaat speel, heel erg veel weet van speelgelegenheden en dat eigenlijk breder dan bij projecten in zijn eigen buurt in kan zetten. Kan die automatisch een melding krijgen of hoe werkt dat? Daar ben ik wel benieuwd naar. Kan ik wel even op ingaan. Voor zover ik weet, maar we weten ook nog niet alles, kan het niet dat je automatisch een melding krijgt. Wat je wel kunt doen, is dat je een filter aanzet met de tekst spelen. En dat je die URL bijvoorbeeld gewoon in eigen, dat je die ergens in je favorieten opslaat. Hè, dus dat je niet iedere keer het hele platform door hoeft, maar direct die URL kunt checken en dat je dat overzicht steeds krijgt. Maar ik vind het wel een hele goede optie om eens voor te leggen aan de mensen van Citizen Lab, om te kijken van, hey, is dit misschien niet iets wat we in de toekomst kunnen gaan doorontwikkelen? Want ik kan me voorstellen dat mensen daar wel behoefte aan hebben. Ja. Ja, in aanvulling daarop, er zitten wel wat automatische kennisgevingen in het programma. Dat op het moment dat je ergens een reactie achterlaat, dat als iemand, als inwoner, hè, dus op een project bijvoorbeeld, en iemand reageert daarop, dat je dan een notificatie krijgt dat iemand gereageerd heeft op jouw reactie, zeg maar. En die als gebruiker, als inwoner, kun je dus wel in je instellingen aangeven welke notificatie wil ik ontvangen en welke niet. Dus daar zit al een stukje, denk ik, van het antwoord wat jij zoekt, denk ik. Ga ik even kort op reageren, inderdaad. Maar ik ken ook een aantal andere platformen waar ik zeg maar als gebruiker op zit. En daar kun je dus ook bepaalde categorieën inderdaad aangeven waarop je betrokken wil worden. En als we dan op die categorie iets speelt, dan word je automatisch uitgenodigd om mee te doen. Of in ieder geval om even te kijken. Ja, en bijvoorbeeld stel dat je in natuur en diversiteit bent geïnteresseerd. Ja. Dat je dan alles krijgt rondom natuur en diversiteit. Ik zoek die vraag nog even uit als je het goed vindt. Dan kom ik daar via de griffie even op terug. Oké, dankjewel. Dankjewel, meneer Jacobs. Dan geef ik het woord aan de heer De Laat. Dankjewel, ik had net een vraag gesteld, maar hij werd net al beantwoord eigenlijk. Hij ging eigenlijk over de vraag van hoe dat het bij de mensen kon komen en hoe gaat het als er meerdere mensen tegenstellige ideeën hebben en zo. Ik denk misschien dat we dat toch ooit moeten kijken, dat het proces niet alleen maar gaat vertragen natuurlijk. Want anders zeggen ze, ja, maar wij willen zo. Als ik nu af en toe al zie hoe dat er discussies gevoerd worden. Dus ik hoop dat we daar iets goeds voor vinden, want anders is het een mooi systeem. Maar ik zeg al, u zegt het komt via de wijkmakelaars en via. Maar ik denk dat we nogal veel van de wijkmakelaars gaan verlangen. En als ik zie
Is het ook van belang hoe dat onze app, want we hebben ook nog een andere app waar we klachten op kunnen doen. Hoe wordt die behandeld? Hoe weten de mensen daarvan dat het is? Wordt dit beter? Want ik heb vaak het idee, als ik tegen iemand zeg, ja, maar dan kun je melden met de app, dat iemand het niet weet wat er is. En dat betreur ik wel. Hebben jullie hiervoor een systeem dat je dat beter gaat brengen onder de mensen? Want ik moet eerlijk zeggen, het is weer elektronisch. En er zijn heel veel mensen, ook de lagere letterden en de dingen, die gewoon niet weten hoe dat werkt. Dus het is voor een beperkt aantal mensen, om het zo maar te zeggen. Ze zullen geholpen moeten worden als ze iets moeten hebben. Maar hoor ik graag uw mening over. Nou, goede suggesties. Even om het onderscheid te schetsen tussen meldingen. Dan gaat het bijvoorbeeld over meldingen openbare ruimte, die via de Mijn Gemeente-app gemeld kunnen worden. Nou, dat is echt een categorie. Ik zag toevallig vandaag in mijn eigen straat een gat in de straat. Dat meld je bij de gemeente en dan komen ze het gat repareren. Dat valt niet onder de categorie initiatieven voor mijn wijk of buurt. Of ik reageer op een project wat in mijn wijk plaatsvindt of gepland wordt door de gemeente. Dus dat is een andere categorie interactie eigenlijk met de inwoners. Ik zit even terug te denken aan uw vraag over de belangen. In een reguliere bewonersavond horen we ook tegengestelde belangen. De een is voor, de ander is tegen. Daar zitten andere motivaties achter. Op zo'n bewonersavond registreren wij ook al die meningen en belangen. En de aanleidingen om daar zo in te zitten, zeg maar, en voor en tegen te zijn. En dat ga je nu op dat platform eigenlijk ook doen. En de afweging die er gemaakt wordt, die zal altijd ergens terugkomen bij ofwel een college, ofwel een raad, ofwel als een bewonersinitiatief plaatsvindt en dat kan gewoon uitgevoerd worden, dan hoop je dat in het proces, en daar doen we dus alles aan in samenwerking met de wijkmakelaars, dat je in het proces inwoners met elkaar oplossingen laat vinden om die tegengestelde belangen op te lossen. En mocht dat niet voldoende kunnen, dan is er misschien niet genoeg draagvlak voor het initiatief. En het is ook geen schande dat je dan dat moet concluderen als inwoner. En dat je dan denkt, nou, misschien is dit dan niet de goede plek, of het goede moment, of het goede plan. En dat is ook een antwoord. Dus is dat een beetje een antwoord op uw vraag? In principe wel, Kitty. Alleen, er is één dingetje bij. Kijk, ze geven het zelf al aan, als je op een avond zit, dan hoor je gelijk meerdere mensen praten. Dan weet je op dat moment s'avonds al wat de mening van de mensen is. Nu hebben we 60 dagen om erop te reageren. Ja, dat is een langere tijd. Dus om die mensen dan weer terug te brengen naar de tijd wat het is, dan zeg ik van nou, is dat dan niet misschien wat korter? Of om anders ga je misschien toch wel een hele lange tijd uitzitten. Kijk, en er zijn er zat bij die zeggen, hey, kom eens joh, we krijgen dan een hoop tegen. Ik ga eens meestemmen, want je hebt overal mensen, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, je weet zelf hoe dat het gaat. Hè? Dus vandaar. En dan zeg ik op mijn beurt van, ja, het is een lange tijd. En 60 dagen staat het open. Dus, en als het dan weer bij elkaar moet komen, wordt het dan niet een te lange tijd eer dat er eigenlijk een beslissing valt en dat er wat gedaan wordt. Dus ja. Misschien... Ja, ja. Ja, ik snap het. Kijk, die 60 dagen, we hebben dat gekozen en we gaan daar ook ervaring mee opdoen. Net als wat ik al aangaf in het begin, van we gaan experimenteren en leren. Die 60 dagen wil niet zeggen dat mensen 60 dagen op hun handen moeten zitten. Want als zij een goed idee hebben, dan kunnen ze bij wijze van spreken morgen ook de wijkmakelaar bellen. Maar als zij denken van, nou, ik wil daar rugbaarheid aan geven. Ik wil kijken of ik buurtgenoten geïnteresseerd kan krijgen. Ik deel wat ik heb gepost op het platform via de WhatsApp met mijn buurtgenoten of wat dan ook. Dat kan allemaal. En de een die zal binnen een week de 10 stemmen hebben en de ander die heeft daar wat meer tijd voor nodig. En dat wil niet zeggen dat het initiatief zelf hoeft te wachten op die 60 dagen. Dus als ze al eerder aan de slag kunnen, dan kunnen ze eerder aan de slag. Nee, maar dat begreep ik eigenlijk uit hetgene wat er is. En ik moet eerlijk zo zien, ik hoop dat het alle succes hebt en dat het heel goed gaat lopen. Alleen, dan zie je iets en dan denk je van, is daar rekening mee gehouden? Gewoon om elkaar even bij te staan van, is daar aan gedacht of is dat? Het is alleen maar een positieve gedachte van mij om te zeggen van,
om alleen maar op korte termijn te verbeteren. Voor de en om de energie erin te houden. Ja, nee, heel fijn. En ja, nogmaals, we gaan ook kijken van hoe ervaren we dat, hoe ervaren inwoners dat. Daarom. En als het niet werkt, dan kunnen we dat weer bijstellen. Dus bedankt voor het meedenken. Oké. Heel veel succes en bedankt voor de antwoord. Oké, dan geef ik het woord aan mevrouw Koelman van de fractie van GroenLinks. Ja, goedenavond. Ik heb een stukje gemist vanwege een hele slechte verbinding. Dus misschien is mijn vraag helemaal niet ter zake. Maar ik vroeg me eigenlijk af of de informatie die te vinden is op de app, of die ook in andere talen beschikbaar is. Nee, het platform is Nederlands. En sowieso is de communicatie van de gemeente allemaal in het Nederlands op dit moment. Oké, en het zou niet mogelijk zijn om daar een vertaalfunctie aan toe te voegen? Dat weet ik niet. of dat mogelijk is, dat kan ik navragen. Maar de vraag is of het wenselijk is. Want dat betekent wel dat je ook die vertaalde teksten ook weer moet checken. En de vraag is hoe groot de groep is die je daarmee bereikt in Oosterhout. Nou ja, het maakt het in ieder geval wat inclusiever voor iedereen en voor iedereen toegankelijk. En je wil natuurlijk gewoon zo breed mogelijke burgerparticipatie. Ja. Het zou de drempel wel wat kunnen verlagen. Dus vandaar en aan welke talen denkt u bij die vraag? Nou, al zou het alleen maar in het Engels, dat is denk ik de meest makkelijke vertaling. En ik denk de meest gangbare taal voor de meesten. Okay. Goed. Twee vragen blijven dan eigenlijk openstaan of dat het wenselijk is en of dat het mogelijk is. Dus, maar daar krijgt u antwoord op. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat goed komen. Dankjewel. Ik zie verder geen vraagstellers meer in beeld. Nee. Dus dan mag ik aannemen dat het voor anderen allemaal duidelijk is geweest. Ook ik wens jullie veel succes met dit mooie initiatief. Heel breed uitgezet. Met projecten, initiatieven. Mensen kunnen aan de slag. Zou ik bijna zeggen, als het gelanceerd wordt. Dus we gaan de ontwikkelingen volgen en houd ons op de hoogte en dan zijn wij tevreden. Ik dank Mariette en ik dank Kitty voor jullie aanwezigheid, voor jullie uitleg. En ik wens jullie beiden nog een fijne avond. Ja, mag ik nog één ding toevoegen, voorzitter? Ja, zeker. Even voor de record, zeg maar. We gebruiken deze week nog even om de laatste punten op de i te zetten. En dan hopen we in de loop van volgende week rugbaarheid aan het platform te gaan geven. Dus dat wou ik nog even toevoegen. Dan heeft u ook wat beeld bij de termijn. Ja, en ik mag aannemen dat dat breed gecommuniceerd wordt via de lokale kranten, regionale kranten, maar ook via onze ORTS. Dus dan gaat het best goed komen. Ja, oké, dan dank ik jullie voor de aanwezigheid en voor jullie presentatie. En ik wens u beiden nog een fijne avond. En ook alle andere deelnemers wens ik ook nog een fijne avond.